Dag Rietje vrienden van een bijzonder gevarieerd en gezellig leven. Hoe is het daar? Nou, hier is het helemaal top. Echt, vind het fantastisch. Echt, wat een leuk jaar. Heerlijk. Echt naar mijn zin. Kan niet met deze. Maar goed, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Allee, hoppa, loop. Oh, blikjes weer, blikjes. Het zijn weer blikjes uit het Verre Oosten. Nou, ach, wat erg. Och, jeetje. Nou, dat vind ik wel een leuk flesje. Kijk. Oh, dat mag niet meer trouwens. Dat zou ook wel weer racistisch zijn als ik dat doe. Ach, kijk, wat een vrolijk mensje. Drie blikjes uit Azië. We hebben hier... Pikachu! Pikachu! Zo verschrikkelijk. Ik kijk die strips natuurlijk niet hoor. Hoe heet het ook alweer? God, hoe heet het? Maar dit is in ieder geval Pikachu. Een ongelooflijk vervelend beest. Hoe heet het nou toch? Die Japanse, dat gezeur, dat hele drukke tekenfilm. Met allemaal boem, bam, boem, bam. En allemaal schieten en dat gedoe. En er is één figuur waar echt geen moer aan is. En dat is Pikachu. Met zijn vrolijke kopie. Altijd maar blij. Verschrikkelijk. Ik weet niet wat het is. Want er staan allemaal teksten op die ik niet kan lezen. Maar we hebben ook een vertaling. Dit is een Chinees... Pruim water. Dat klinkt lekker. Nou, dan staat hier. Maar hier staat Arctic Ocean. Orange soda. Dus het zag er al een beetje uit als een blikje Fanta. Maar dat is het dus. Ook een soort van alleen dan uit China, denk ik. Ja, sorry hoor, maar ik zie niet of een teken Chinees of Japans of Koreaans of wat dan ook is. In ieder geval wat ik wel zie is dat hier Pikachu is. En dit is Ocean Bomb Sparkling Water. Nou, en dan zit dat beestje met zijn poepetje naar je toe. Glazen. Nou, je hoort ze al. Maar dat is niet allemaal te pakken. We beginnen met de Pikachu. Ach god, ik krijg mijn kop aan van de Pikachu. Met de Ocean Bomb Sparkling Water. Van, god, hoe heet het nou? Het ruikt naar een soort citroenlimonade. Het is niet te nakken. Pruimvocht. Ziet eruit als cola. Smaakt waarschijnlijk naar pruim. Wat een levensgevaarlijk blikje is dit, zeg. Maar goed. Ach, dat ziet er gelukkig niet chemisch uit. Ik denk dat je hier een slok van neemt. Je 3 weken liggen heeft in het donker. Laten we eens even goed gaan proeven. De Pikachu drank. Slaakt een beetje naar citroen. Wat zit erin? Bruisend water. Fructose. Suiker. Aroma. En zuurregelaar. Ja. Pokémon heet het. Pokémon. Dit is dus gewoon een glas suikerwater met bubbeltjes. Het heeft ook iets citroenerigs. Maar goed. Is het lekker? Nee, het is niks. Niente. Nada nakka. Nothing. Nou, dan een beetje pruimensap. Jantje zag eens pruimen hangen. Als appelen zo groot. God, nu weet ik ook niet meer hoe dat gedichtje gaat. Ja. Smaakt gewoon naar pruim. Er zit geen prik in. Dus het is gewoon een flesje pruimenwater. Nou, dan maar eventjes deze chemische fabriek. Nou, dit is dus... Fanta. Wat te lang heeft opengestaan. Dus je koopt zo'n lekkere fles prik. Ik denk, daar heb ik trek in. Maar wat blijkt, iemand heeft dus al een glaasje genomen en de dopper niet goed opgedraaid. Nou, 2 dagen later schenk je in, neem je een slok en denk je, godverjuzeer. Nou, dat smaakt dus als dit. Jantje zag eens pruimen hangen, als appelen zo groot. Weet je, hoe ging het nou? Het is als eieren zo groot. Jantje zag eens pruimen hangen, als eieren zo groot. Raar. Ik denk dat je dat gewoon lekker moet gaan drinken als... je een beetje verstopte darmtjes hebt, dat je het moet zien als medicijn.
Want ik zou het niet gebruiken als doorslesser. Omdat het, ja, het is niet per definitie lekker. Nou ja, en Pikachu is gewoon zonde van het water. Er zit zo godvergeten van suiker in. Dus dat je er bijna op kan schaatsen. Tijd voor de cijfertjes. Ja, ik geef de Pikachu Pokémon drank een 2. Want het is zonde van het water. Ze hebben dus water, bruiswater. En daar hebben ze gewoon alle mogelijke soorten van suiker bijgepleurd. Een beetje geroerd. En dan van het irritante gozertje hebben ze dat in een blikje gestopt. En dan, dat is het. Het is gewoon een 2. De Arctic Ocean, ja, die Chinezen, die dachten, ja, wij willen ons eigen Fanta. Ik zou zeggen, Chinezen, als jullie luisteren, doe dat niet. Koop gewoon lekker Fanta. Want die is namelijk niet te bikken, omdat de prik te kort is. En het eigenlijk smaakt ook niet helemaal lekker naar sinaas. Het is gewoon een wanproduct. Je krijgt hier gewoon een 4 voor. Die Chinees die is eigenlijk zo blij, omdat hij waarschijnlijk weken niet kon poepen. En na het drinken van dit flesje heerlijk naar de play is gegaan. Maar dat is ook de enige reden om blij te zijn. Want wat is dit nou eigenlijk? Dit is gewoon ja, een beetje gedroogde pruimensap. Het is niet lekker. Het is misschien ook wel gewoon onnodig. Behalve dan als je denkt van, oh, kon ik maar een keer naar een play. Deze keer van mij een 5. Het is niet anders, jongens.